Jump, 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 jump. Yes, mijn naam is Fuad en vandaag ben ik in Toverland. Het is nu ongeveer 6 uur. Normaal gesproken sluit Toverland. Alleen tijdens de zomer is Summer Feelings hier in Toverland. En dat betekent dat Toverland geopend is tot 9 uur 's avonds. En in tegenstelling tot andere pretparken is er nu ook allemaal extra entertainment in het park. En dat gaan we vanavond even bekijken allemaal. Daarnaast heeft Toverland ook in de zomer een nieuwe duikshow. De afgelopen jaren heeft het park ook een duikshow gehad, dus die gaan we zeker ook allemaal bekijken. En mocht je dat natuurlijk nog niet gedaan hebben, abonneer dan ook zeker even op mijn kanaal. Dat zou ik super leuk vinden en dan mis je geen ene video. En zoals gezegd heeft Toverland ook wat extra shows deze zomer. Natuurlijk is het Magicijn geopend van 12 tot 9. Maar er is ook een nieuwe Toos & Morro show. Ik zei al, ik ben om 6 uur nu het park ingegaan, dus die kan ik helaas niet meer zien. Maar als jullie hier in Toverland zijn, ga die zeker zien, want het is volgens mij een superleuke show. Maar wat nog wel is, om 6:30 is de duikshow, de Battle of Pot Laguna. De duikshow die heeft Toverland al eerder gehad natuurlijk, een paar jaar geleden. En nu is hij dit jaar weer teruggekomen. Ik ben benieuwd of er veel veranderingen eigenlijk zijn. Dus we gaan er even een kijkje nemen. En hier links in Pot Laguna is het podium van Toos & Morro te vinden. Eerst hadden die natuurlijk een show in de Wunderwald. Maar vanwege de corona en de beperkte capaciteit hebben ze het podium verplaatst naar Pot Laguna. Het podium is ook echt best mooi aangekleed. Dus dat hebben ze wel gedaan. Goed gedaan. De show heet nu Toos & Morro gaan op vakantie. Maar ja, helaas kunnen we deze show dit keer niet zien. En op dezelfde plek als vorig jaar, daar staat nu het podium van de duikshow in Pot Laguna. Het is aangekleed als een schip. En daarbij staat een 25 meter hoge mast. Welkom in Pot Laguna, een havenstadje vol rijkdom. De zee brengt en de zee neemt. Al jaar en dag spoelen hier verschillende spullen aan. Oh jongens, kijk hier! Avonturier, geluk vinden. Wie de parel in den hoogste mast plaatst en hier van een dodemansduik weet te maken van 25 meter hoogte, bewijst moed, kracht en doorzettingsvermogen. Vrij! Vrij! Wij zijn eindelijk weer vrij! Die vloek heeft ons laten verstenen! Maar met mijn parel zijn wij weer de heersers van de zee! Ja! En dat was de duikshow, de Battle of Pot Laguna. Eigenlijk dezelfde show als die vorig jaar ook te zien was in Toverland. Er zijn een paar nieuwe effecten toegevoegd. Maar het verhaallijn en alles is gewoon hetzelfde gebleven. Maar zeker ook vorig jaar was het een hele upgrade. Hij was beter dan een aantal jaar geleden. Dus deze show is zeker de moeite waard om een keer te bekijken.
En op zo'n zomeravond hier in Toverland is het natuurlijk hartstikke fijn om hier rond te lopen met een ondergaande zon. En natuurlijk ritjes te doen in Phoenix. En dat kan er natuurlijk ook, want Toverland is geopend tot 9 uur. Dus je hebt nog alle tijd om in Phoenix te gaan. Dus dat gaan we zeker ook nu doen. En in de zomer hebben ze natuurlijk ook extra horeca hier in Toverland. In het begin van Avalon staat een crepebus, waarbij je crepes kan halen. Om de capaciteit bij de horeca te vergroten hebben ze sinds kort ook bestelzuilen in de horeca in het Wunderwald. Die bestelzuilen kennen we ook natuurlijk van McDonald's. En ook bij vrouw Boltes Kuge in de Efteling heb je dat soort bestelzuilen. Wat betreft horeca hebben ze ook bij de ingang van het Ithaca gedeelte hebben ze extra horeca. Hier hebben ze een Turkse pizzakraam. En normaal gesproken heb je bij de wachtrijen van Toverland geen wachttijdindicatie. Maar nu met de coronatijd hebben ze overal wel borden met hoe lang het ongeveer wachten is. En ook de wachtrij van Troy die is iets langer geworden. Je loopt nu eigenlijk, wat is het aan de voet, door een extra bocht loop je naar het station toe. Normaal gesproken werd deze wachtrij nooit gebruikt. Alleen nu met corona, dat mensen 1,5 meter afstand moeten houden, staat er wachtrij hier af en toe nog wel. En de afgelopen dagen zijn er verhalen dat het natuurlijk heel druk is in Toverland. Dat is natuurlijk begrijpelijk, want het is midden zomervakantie. Alleen nu, het is nu ongeveer 8:30. En eigenlijk is er bijna geen wachttijden meer te bekennen. Hier bij Troy staat misschien hoogstens 10 minuten. Dus als je naar Toverland gaat, dan zou ik ook zeker de avonduren gebruiken om de attracties te doen. Want dan zijn de wachttijden een stukken minder dan overdag. De ingang van de Maximus Blitzbaan is nu ergens anders te vinden. Die is nu eigenlijk aan de zijingang van de carousel te vinden. Je loopt eigenlijk via de zijkant van de carousel loop hier naar binnen. En zoals je ziet, vanaf dit punt is het 90 minuten wachten. Dus dan sta je nog wel aardig lang te wachten. Ook bij Expedition Zork is de wachtrij aangepast. Normaal gesproken kunnen gasten bij elkaar in de boot. Alleen nu met corona gaat dat natuurlijk niet en zal er één gezelschap in een boot kunnen. En ook hier is de wachtrij verlengd en die kan die oplopen tot maar liefst 90 minuten. Hier buiten staat hij daar bij dat paddenstoel, de Swampy kiosk is dat volgens mij. Daar staat hij en daar loop je helemaal buiten. Nu is het wat 's avonds, is wat rustiger, dus er staan nu geen mensen te wachten. Maar overdag staat het hier vaak ook vol. Ook nieuw bij de Boosterbike is dat de operator een headset met een speaker heeft, waarbij die de gasten naar de plaatsen kan wijzen. Hij staat natuurlijk aan de overkant van het station en dan kunnen gasten hem niet goed horen. Vandaar die speaker en die microfoon, dat gasten het beter horen. Ook extra entertainment bij Katara Plaza en de Magische Vallei, waarbij ze extra muziek en zang hebben. En het is nu 9 uur, Toverland gaat sluiten. Alleen in de zomer blijft Toverland, of in ieder geval Port Laguna, een uur langer open. Met hier inderdaad de Game Gallery die langer open is. Extra horeca, een DJ die aan het draaien is. En ook een lekkere cocktailbar. Dus ik denk dat we even een cocktail gaan nemen en even gaan genieten hier in Port Laguna. En dit zijn de keuzes van de cocktails die je hebt. Allerlei verschillende cocktails. Ze hebben ook alcoholvrije cocktails, die kosten 5 euro. En ze hebben natuurlijk cocktails met alcohol, die zijn 8 euro. Dus eigenlijk voor ieder wat wil, ook als je moet rijden. En ben je natuurlijk nog geen 18, dan mag je natuurlijk nog geen alcohol. En moet je de alcoholvrije nemen. En ik heb gekozen voor de gin tonic. Ik ga er lekker van genieten. Ik kan niet te veel filmen, want er staat best harde muziek. En dan krijg ik anders een claim. Maar ik denk dat het wel een hele lekkere cocktail gaat worden. Yes, en dat was het weer in Toverland. Het waren een paar uurtjes. In de avond, maar het is zeker aan te raden om ook Toverland in de avond te bezoeken, want ik denk dat dit pretpark het wel het beste voor elkaar heeft hier in de zomer. Het is extra entertainment, muziek, DJ, cocktails, kortom echt een zomers gevoel krijg je hier in Toverland. Het is natuurlijk wel wat drukker, vooral overdag, maar in de avond wordt het een stuk rustiger, dus ook in de avond kan je nog lekker de attracties gaan doen. Dus mocht je nou twijfelen om naar Toverland te gaan, dan zou ik je zeker adviseren om dat nu in de zomer te doen, als het park tot 9 open is. Want dan heb je gewoon van 10 tot 9 tijd zat voor alle attracties. En in de avond kan je lekker ook genieten van het entertainment wat er is, de muziek. Of lekker gewoon hier in Port Laguna genieten van een lekkere cocktail.
Dus ik denk dat ik hier in de zomer ook zeker nog wel eens een keer terug ga komen, want het is echt wel een chille sfeer. En dit was dan ook de video vanuit Toverland. Vond je het een leuke video, doe dan ook even een duimpje omhoog. Abonneer ook op mijn kanaal, dat zou ik super leuk vinden. En dan zien jullie mij weer in de volgende video.